Ja, ik sta met Joey Slegers, oud Feyenoorder. Een lach op zijn gezicht, want hij flikt het met zijn ploeg. Heb je er toch nog aan getwijfeld vandaag dat jullie misschien zouden weggeven? Nee, van tevoren niet, maar je weet Feyenoord vanaf het begin klap ze erop. En als ze dan snel die goal maken, ja, dan weet je wel, als ze nu doordrukken dat het nog gevaarlijk kan worden. Maar als je dan direct de 1-1 daarna maakt, dan weet je, ja, Feyenoord moet nog 5 keer scoren, dus geef wel rust. Het gekke is dat voor rust Feyenoord echt nog wel 4-5 dotten van kansen krijgt. En ja, met een beetje fantasie had het ook gewoon met de rust 4-5-1 kunnen zijn. Ja, inderdaad. Ik denk dat we goed wegkomen en ook een beetje geluk hadden. Ja. Vlak naar rust. Jij een hele grote kans die Kenneth Vermeer pakt. En toen was het eigenlijk wel een beetje over van Feyenoord. Dat proefde hij misschien ook in het veld, dat geloofde hij niet meer was. Ja, je merkte daarna wel. Ja, Feyenoord had wel de bal achterin, maar ja, ze kwam niet echt meer tot... Het was geen hoog tempo meer in ieder geval. En dat voelde je wel in het veld, dat die druk van de eerste helft weg was. Ja. Je hebt een paar goede kansen ook gekregen. Wilde je ook echt laten zien hier in het stadion aan Nederland, maar ook aan je oude club Feyenoord? Ja, ik wilde natuurlijk wel een goaltje maken. Ja, de eerste kans kon ik nog net aan met de sliding, dus was lastig. En daarna had ik nog een folie die net naast ging. Ja, het was jammer, ik had graag nog een goaltje willen maken inderdaad. En er was nog een hele stevige overtreding. Volgens mij wel wat frustratie bij Berghuis op jou. Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik zag hem al inkomen, dus ik sprong omhoog. Want anders denk ik had hij me voorgeraakt. Ik zag hem net op tijd aankomen. Zijn veel oud-ploeggenoten van jou vroeger. Wat zeggen ze na afloop dan? Hebben ze je wel gewoon gefeliciteerd? Of zeggen ze dan ook ongelooflijk dat jij daar speelt en niet bij ons? Nee, ja, ze feliciteren je na de wedstrijd even snel. Maar ik denk dat er beter in de teleurstelling heerst en dat ze het gelijk naar binnen gingen. Hebben jullie met Trendsin jullie echt op de kaart gezet? Want ja, vooraf dacht eigenlijk iedereen dit wint Feyenoord wel over 2 wedstrijden. Hebben jullie echt laten zien dat er rekening gehouden moet worden met jullie? Ik denk ja, de eerste wedstrijd wel. Ik denk deze wedstrijd hebben we niet kunnen laten zien hoe wij willen spelen. Maar ik denk over 2 wedstrijden denk ik dat ze de eerste wedstrijd zeker hebben kunnen zien wat ze van ons kunnen verwachten. Is dat dan toch nog een beetje de frustratie bij jullie? Dat je vandaag inderdaad, je pakt toch nog een punt, toch knap. Alleen voetballend gezien was het inderdaad wat minder. Ja, inderdaad. Ja. Je wil natuurlijk gewoon het spel laten zien waar je het beste in bent. En dat ging vandaag minder. Maar ik denk dat het nu belangrijkste is dat we door zijn en kunnen focussen op die volgende wedstrijd. Dan gaan jullie tegen Larnaca spelen met mogelijke inzetten, mogelijk dat jullie de groepsfase ingaan. Hoe heb jij eigenlijk je carrière voor je? Want Trendsin is echt zo'n ploeg die ja, heel veel jongens een kans geeft. Wil je via deze weg toch wel weer misschien weer terug ooit naar de Nederlandse top? Ja, zeker. Ja. Ik heb bewust hiervoor gekozen als een tussenstap om mezelf verder door te ontwikkelen en beter te worden. En vanaf hier weer een stap omhoog te maken. En waar dat is, dat zullen we uiteindelijk zien. Je had ooit als droom om in de Kuip te schitteren. Ja, dat heb je gedaan, alleen helaas wel een verkeerde shirt. Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, het blijft altijd een droom om voor Feyenoord in te spelen.